De Arnhemse gemeenteraad besloot woensdagavond dat kinderen vanaf maandag definitief onderwerpen op de Arnhemse politieke agenda mogen zetten. Dat kan al vanaf 12 jaar en met 50 handtekeningen. Ja, het hield in dat burgers in Arnhem, dus de inwoners van Arnhem, vanaf 12 jaar en ouder, onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad kunnen zetten. Als ze 50 handtekeningen hebben, dan kunnen ze dat indienen en dan gaan wij daarover praten. Ja, en wat was het eerst? Voorheen moest je een burgerinitiatief indienen. En dan moet je dus als inwoner moest je zelf een initiatiefvoorstel schrijven. Dat is eigenlijk een soort van wetsvoorstel. En dat is best wel ingewikkeld. Dus ja, daar werd eigenlijk nooit gebruik van gemaakt. Eén keer, voor zover ik weet, van de vorige periode. Dus dat is best wel jammer. Want heel veel mensen weten gewoon niet dat je kan inspreken. En dat je gewoon hier naar de vergaderingen toe kan. En dat is gewoon zonde. Want ze hebben heel veel middelen en die worden niet gebruikt. En op deze manier kun je mensen bij de politiek betrekken. Ja, wat verwacht u daar precies van? Ook van die doelgroep van 12 tot 16. Heeft u die kinderen gesproken? Wat voorstellen verwacht u daaruit? Ik weet niet of jullie daar ook bij waren, maar er was een jeugdwijkdebat in Marlburgen. Dat was superleuk. Er waren allemaal kinderen die allemaal voorstellen deden voor de buurt. Bijvoorbeeld, ze willen een speeltoestel of een speeltuin of een trapveldje. Of het buurthuis moet worden opgeknapt. Maar in de vorige raadsperiode zijn er ook mensen, jongeren geweest van Manifest voor de Jeugd. En zij zijn met wat voorstellen gekomen over klimaatverandering. Dus dat soort dingen. Wij horen graag van de inwoners wat ze vinden en wat hun bezighoudt. En als dat een trapveldje is, ja, dan moeten we het daarover hebben. Het is natuurlijk wel zo dat de agendas vaak vol zitten en dat we nu weer wat moties volgens mij niet behandeld hebben vanavond. Maar in andere steden waar het al wordt gedaan, heeft het niet tot een explosie aan agenderingen geleid. Dus dat verwacht ik niet. En wat wij eigenlijk hopen vooral, is dat mensen gewoon een beetje meer inzicht krijgen in de processen hier. En dat ze wat meer worden meegenomen. Dat het niet meer zo'n ver van mijn bed show is voor de inwoners. Maar dat ze echt gewoon meedoen. Het is belangrijk dat mensen meebeslissen over dingen die er in hun buurt of in hun leven gebeuren. Doorheen neem zal ik word morgen wakker. Ik denk, ik wil iets agenderen. Wat ga ik doen? Wat zijn gewoon even concrete stappen die ik dan moet nemen? Dan moet je als allereerst je voorstel. Hè? Je hebt een voorstel. Je wil dat er ergens over gesproken wordt. Wat we ook vragen is dat je een richting aangeeft. Dus bijvoorbeeld, er zijn hier geen drempels, maar er gebeuren heel veel ongelukken voor mijn huis. Ik wil dat de gemeente hier drempels neer gaat leggen. Nou, dan is het onderwerp drempels in die straat. En dan is het doel dat jij wil dat de gemeente daar drempels neer gaat leggen. Nou, dan neem je contact op met de gemeente. Nadat je 50 handtekeningen hebt verzameld, dat kun je digitaal indienen of je kan het schriftelijk indienen. Voorheen kon het alleen maar schriftelijk, maar tegenwoordig kan het natuurlijk ook digitaal. Dan bel je met de gemeente en dan zullen zij je verder helpen. En dan binnen een aantal weken kun jij hier je voorstel komen toelichten. Ja, dat klinkt best simpel. Dus ik ben een jongen van 12. Ik zorg even dat ik mijn eigen klas en de klas van mijn vriendjes langs ga. En dan ben ik er eigenlijk. Ja, dat is ook precies de bedoeling. Kijk, jonge mensen hebben ook vaak een frisse blik. En dat kunnen wij volgens mij heel goed gebruiken in deze zaal.